Welkom op het Zomerbloemhof. Ik ben Dries Lossen, 36 jaar. Getrouwd met Veerle Hasje, ook 36 jaar. En we hebben drie kleine kinderen. Samen baten we hier het Zomerbloemhof uit met hoofdzakelijk melkvee, akkerbouw en pluimvee. Onze akkerbouw bestaat hoofdzakelijk uit aardappelen en wortelen. Onze voederwassen, tarwe, bieten, maïs en gras. Dieren, welzijn en gezondheid voor ons betekent heel veel. We zijn er dag in dag uit mee bezig. Dat is eigenlijk ons leven dat we doen voor onze dieren. Het begint al bij onze droogstaande koeien. De voeding van onze droogstaande koeien wordt zodanig aangepast met vitaminen en mineralen. Ook worden ze gevaccineerd, zodanig dat ons kalfje zo sterk mogelijk ter wereld komt met veel antistoffen in het bloed. En wordt er ook nog selenium verstrekt bij de geboorte, zodanig ze zo sterk mogelijk staan om een mooie carrière tegemoet te gaan. Ook hebben we gezorgd voor volle vloer, dat de koeien altijd zo vlak mogelijk met de kloven perfect op de grond staan. Ook voor duurzaamheid hebben we melkrobots gezet, omdat ik vind dat het heel belangrijk is dat de koe, wanneer ze druk op het uien voelt, dat ze zelf kan beslissen wanneer ze wil gaan melken. Ze kunnen ook zelf gaan borstelen wanneer ze wil. Ze liggen mooi in het zand. Zand heeft een grote voorwaarde dat het in de zomer koeler aanvoelt. Ook met de ventilatoren boven de legboxen liggen ze heel comfortabel en heel gemakkelijk in het zand liggen. Voor koecomfort hebben we ook veel geïnvesteerd in een nieuw soort daksystemen. Dat is Lightroof. Dat zijn dakplaten die bestaan uit drie lagen aluminium deeltjes die zo haaks op elkaar staan, waardoor de warmte reflecteert, maar toch 100% benutting hebt van het licht. Ook hebben we ledverlichting geïnstalleerd voor 's nachts en ook de donkere momenten op te vangen. En dat is een groot voordeel van onze nieuwe stal, waar we zodanig buiten klimaat gecreëerd hebben, maar wel net binnen met een dak erboven en zoveel mogelijk frisse lucht van de zuidkant die naar binnen komt en naar boven weggaat.